We hebben weer de nul gehouden, dus dat is ook positief. En eindelijk ook een doelpunt kunnen maken. Ik denk, misschien qua kansen was het vandaag niet zoals de vorige matchen, maar dan ben je efficiënt. En ja, dat was dus nodig. De tweede helft leek het soms een beetje stil te vallen, vond ik. Ja, de tweede helft hadden we wat moeilijkheden. Zij pasten zich aan naar een 3-5-2. En ja, daar hadden we wel wat last mee. We zetten ook iets minder druk, iets te slap uit de kleedkamer. En ja, dan zie je tegen een ploeg dat je wat in de problemen komt. Maar we hebben die overwinning wel op karakter binnengehaald. Pour moi, c'était un bon match personnellement, mais je pense que pour toute l'équipe, même moi, en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Et on a été solidaires tous ensemble, et voilà, c'est ça qui a donné ce résultat-là. Je pense que, comme tu le dis, nous avons joué des meilleurs matchs en play-off 2. Maar we hadden iets om te verdedigen, die 1-0. En ik denk dat we van het moment dat we die 3-5-2 zijn gaan spelen en gaan spiegelen, dat we nog heel weinig hebben weggegeven, zonder zelf ook iets te creëren. Dus als liefhebber zou je ook liever wat offensiever spelen, maar je bent zo sterk als de tegenstrever het toelaat. En Heupen kwam de tweede helft gretiger en met meer risico uit de kleedkamer. Maar ik denk dat we uiteindelijk vrij makkelijk het resultaat over de streep hebben kunnen trekken. En het is inderdaad volgens mij de minste wedstrijd van de zes, maar ja, je wint hem. Als wij denk ik kunnen afklokken op 15 punten, dan hebben we het heel goed gedaan, 15 op 30. Maar iedere match proberen wij te winnen, dus we gaan er gewoon voor en we zien wel waar we dan uitkomen. Ik had voor mezelf een doelstelling gezet voor deze play-offs. Dat was 10 punten halen. Dus ik hoop dat we ja, hier en daar nog 1 punt kunnen sprokkelen. En ja, hopelijk nog meer. Maar ik denk dat ik tot hiertoe niet kan klagen over de manier waarop mijn ploeg zich presenteert. En de manier waarop ze ja, elke minuut van de wedstrijd het engagement aangaan. En meer kan ik niet verwachten. We hebben vandaag een aantal wissels gedaan om toch bijvoorbeeld een Guillaume de Schrijver en een Boho nog eens aan het werk te zien. En ja, hij wordt dan beloond met een doelpunt aan Braas en Boho. Dus daar kunnen we ook wel tevreden over zijn. Maar ik denk, vandaag waren we veel efficiënter dan de laatste weken. En speelden we iets minder. Ook door dat Eupen tweede helft het vrij goed deed. Maar we hebben 9 punten, dus ik kan alleen maar tevreden zijn met wat mijn team tot hiertoe heeft gepresteerd.